Stel, je hebt brandstof. Dat gaat naar een generator toe. Die generator die genereert elektrische energie en die gaat naar de zaadmachine toe. Kortom, chemische energie, elektrische energie en dat wordt gebruikt bij de zaadmachine om arbeid te verrichten. Daar gaat het om. Arbeid verrichten. Stel je voor, ik pak een druppeltje benzine eruit, eventjes aansteken en woef, energie. Ja, warmte. Maar warmte is energie, hè? Kortom, ik heb chemische energie en wordt omgezet naar warmte. Die chemische energie, hoeveel zit erin? Nou, dat is natuurlijk heel afhankelijk van hoeveel benzine je neemt, hè? Oftewel, hoeveel liter. Maar behalve de hoeveelheid, ja, je kunt natuurlijk ook een ander brandstof nemen, hè? Diesel. Of bijvoorbeeld, kijk, zo'n spiritusbrandertje, hè? De spiritus, oftewel, het gaat om het volume en het gaat om de soort brandstof. En het volume bij benzine, bij diesel, bij spiritus wordt gedaan per kubieke meter. Kubieke meter is de officiële eenheid van het volume. En natuurlijk, je doet vaak liters en 1 kubieke meter is 1000 liter. Je hebt ook andere soorten brandstof. Bijvoorbeeld hout. En hout doe je niet in 4 kubieke meters. Want ja, hoeveel lucht zit ertussen? Dat is een beetje vervelend. Dan kun je beter het per kilogram doen. Ja, een vaste stof doe je in kilogram. En als je die verbrandt, komt natuurlijk ook weer energie bij vrij. Ja, en de energie in een brandstof, en dat maakt niets uit als het nou een vloeistof is of een vaste stof. Ja, dat wordt in stookwaarde uitgedrukt. Wat is de stookwaarde van een brandstof? Dat is hoeveel energie er vrijkomt als je 1 kuub of 1 kilogram verbrandt. Ja, en 1 kuub doe je bij vloeistof, 1 kilogram doe je bij vaste stoffen. En die stookwaarde die vind je natuurlijk weer in binas. Binas 28b in dit geval. Ja, je hebt daar de vaste stoffen. En je ziet in de eenheidstaal staan joules per kilogram. En je hebt vloeistoffen. En daar staat het in joules per kubieke meter. Let even niet op de kolom die ernaast staat. Daar staat kilowattuur. Hier ook kilowattuur. Wordt voornamelijk gebruikt bij elektriciteit. Maar deze twee kolommen die heb je verreweg het meeste nodig. En vergeet natuurlijk ook niet dat er nog bij staat 10 tot de macht 6. Of 10 tot de macht 9. Stel je voor, ik heb een waterpomp, moet benzine in en het water moet 4 meter omhoog worden gepompt. Als je nu 1 liter benzine, sorry, 3 liter benzine hebt, hoeveel water kun je dan omhoog pompen? 3 liter. Ik weet dat 1 liter is 33 keer 10 tot de macht 6 joules. Ja, dan kijk, stookwaarde voor benzine, waar staat, ja, hier. Is 33 keer 10 tot de macht 9 joules per kubieke meter. Ik heb niet 1000 liter nodig, maar ik heb 1 liter nu eventjes. Dus niet 10 tot de macht 9, maar 10 tot de macht 6. 1 liter, zoveel energie. Dus 3 liter, doe je 3 keer die ene. En je krijgt dus 99 keer 10 tot de macht 6 joules per energie. En die energie wordt dus omgezet in hoogtenergie. Ja, M keer G keer H. Dus E is mkg keer H. Die E, dat is dus wat uit de energie, uit de benzine komt. En dat is dus die 99 keer 10 tot de macht 6. G 9,81. Hoogte is 4. En je krijgt dus dat ik 2,5 keer 10 tot de macht 6 kilogram water omhoog kan pompen. En dat is dus hetzelfde als liter. Ja, want 1 kilogram water is ongeveer 1 liter water. Let op, ik ga er natuurlijk wel vanuit dat nu alle benzine wordt omgezet in die hoogte. He, dat is natuurlijk in de praktijk niet zo, maar ach. Die generator die heeft elektrische energie. Behalve generator kan ik natuurlijk ook het gewoon uit de stopcontact halen. He. Stopcontact aansluiten, huppakee, 32 volt het stopcontact. Gaat er een stroom lopen, he. Stel je voor 10 ampère, nou vooruit. Gaat ook natuurlijk 10 ampère terug. Het is een stroomkring. En dan krijg je natuurlijk dat
dat het ook elektrische energie heeft. Als je die apparaten bekijkt, dan is er vaak altijd wel een stickertje op en daarop staat hoeveel hij nodig heeft. Maar elektrische energie is in joules. Zie jij joules staan op een van die stickers? Nee. Wat er wel op staat is het aantal watt. 58, 750, 1450, allemaal in watt. En watt, dat is het elektrisch vermogen. Elektrisch vermogen wordt in watt uitgedrukt. En wat is vermogen? Vermogen is de hoeveelheid energie, maar niet de totale hoeveelheid. Nee, is de energie per seconde. Symbool voor vermogen is de hoofdletter P van power. En de eenheid, ze net al gaat watt. Ja, en watt is eigenlijk hetzelfde als joules per seconde. Energie dus per seconde, oftewel P is E gedeeld door de tijd. E gedeeld door T. Ja, energie natuurlijk in joules, T in seconden en P dan in watt of eventueel dus joules per seconde. Je kunt P natuurlijk ook op een andere manier te doen. En dat is in de elektrische vermogen. Ja, P is U keer I. Ja, met elektriciteit ooit een keer gehad. Ik hoop van wel. Hier is U de spanning in volt. I is de stroomsterkte in ampère. En dan krijg je dus dat P weer het vermogen is in watt of joules per seconde. Nou, die twee eventjes samennemen. Als P is E gedeeld T, dan is E dus P maal T. Oftewel, E, de elektrische energie, is gelijk aan P, U maal I, maal T. U maal I, maal T. Dus je hebt hier weer een manier om een energie uit te rekenen. De elektrische energie in dit geval. Nou, we hebben de waterpomp weer, maar nu niet op benzine, maar een elektrische. En je wilt 1000 liter water 4 meter omhoog pompen. Hoe lang zou dat duren? Nou, 1000 liter water 4 meter omhoog. Hoeveel energie heb je daarvoor nodig? Nou, het is weer hoogteenergie. Dus die kun je berekenen met m keer g keer h. 1000 liter is 1000 kilogram. G, 981, hoogte 4. Oftewel, daar staat het, zoveel joule heb ik nodig. En die hoeveelheid energie, die moet dus gelijk wezen aan de elektrische energie. Oftewel, die elektrische energie is die 39.240. U en I kan ik invullen. En dus kun je hier T berekenen. En dan zie je dus dat het een 140 seconden duurt om 1000 liter 4 meter omhoog te pompen. Althans, met deze waterpomp. Hier. Ah, kijk, daar hebben we samen zien er weer. Wat zou je nu weer doen? Mooie, strakke, snede. Helemaal gelijk. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.